Goedendag, hier weer de Corona weekvideo. We beginnen deze week met een grafiek die aangeeft hoe optimistisch strategen zijn in de Verenigde Staten. Wat u hier ziet is de koers van de SP500 en waar de gemiddelde strategie nu op zit: 51,70 gaat de SP500 naartoe. Nou, dat is nog een, een leuke stijging na de recente daling. Wat opvalt is dat die strategen eigenlijk altijd achter de markt aanlopen. Um, dat, um, ze zaten rond de 5.000 een tijdje geleden en dat is alleen maar omhoog bijgesteld. Er is er nog eentje die is wat uh, pessimistisch en die zit dus op 4.200. Dat is die van JP Morgan. Laten we hopen dat die geen gelijk krijgt. Hij is wel goed trouwens. Um, en dan staan we natuurlijk op het punt van het winstcijferseizoen. Uh, het, 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 het komt als golven over ons heen. Zoveel cijfers komen er is bijna niet bij te houden. Het is wel heel erg belangrijk voor de koers. Wat u hier ziet, is de koers uh, van de SP 500. En die van de uh, Magnificent 7. En we zien dus heel duidelijk dat de koers omhoog gedreven zijn door die hele goede cijfers. Die er iedere keer naar buiten kwamen. Van al die bedrijven, afgezien van Tesla natuurlijk. En wat er dus opvalt, is dat dat de koersen gedreven heeft. En nou ja, als de koersen verder omhoog moeten, moeten die cijfers weer zo goed zijn als de vorige keer. En dat gaan we natuurlijk zien. En dan de grote vraag: wat is eigenlijk zo'n blokje goud nou waard? Een troy ounce, eh, dat is nu zo rond de 2300 euro eh, dollar. En eh, wat u hier ziet, is een soort model op basis van eh, de, rente, eh, de reële rente. Uh, hoe hoger de rente, hoe minder goud waard wordt. Maar ook de tekorten in de Verenigde Staten. Nou, dat heeft natuurlijk de goudprijs enorm opgedroven. Hoe meer tekort, hoe onzekerder mensen worden. En er zitten nog wat andere dingen in, zoals de dollar. En uh, heel opmerkelijk de risicopremie op aandelen. Wat die erin doet, dat snap ik ook niet. Maar die andere factoren zijn zeker iets om in de gaten te houden. En dan, wat doen insiders eigenlijk met hun aandelen? Nou, die verkopen en mars. Wat u hier ziet, is een indicator van... In hoeverre de uh, gekocht zeker verkocht wordt. En dan valt op, is dat uh, ze vooral heel erg uh, flink aan het. Uh, nou, dat ze heel weinig aan het kopen zijn. Er uh, is dus nog maar 10% van de uh, uh, CEO's en dergelijke die nog koopt. Oftewel, dat geeft toch wel een beetje aan dat ze heel erg terughoudend zijn. Hè? We zitten in het seizoen dat ze eigenlijk sowieso weinig mogen doen. Maar je ziet dat het nog eens heel ver onder het gemiddelde zit. Dus dat is zeker een punt van zorg. en In ieder geval van aandacht. Dan de agenda voor de komende week. We hebben inflatie. We hebben weer heel veel cijfers over China. Van de inkoopmanagers daar zo. Die komen altijd wat later. <coughs> uh, we hebben op 1 mei een vrije dag natuurlijk. Want dan is het Labor Day. Uh, en dan uh, in, in Europa. Dus dan zijn de beurzen dicht. En dat doen wij niet aan, maar goed. Uh, de beurzen zijn wel dicht. Uh, en wij hebben allerlei PMI's. En uh, uh, natuurlijk is het vrijdag weer de eerste vrijdag van de maand. En dan is het Payroll Friday. Laten we eens kijken hoe het gaat met de arbeidsmarkt dan. Dat was het weer voor deze week. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week.